Gistermiddag heeft de officiële oplevering en ondertekening van overdracht plaatsgevonden van het project Rehabilitatie Waterschap Quarantainpolder. Dit vond plaats op het terrein van de Mulo West aan de Gemaalweg, op welk complex ook een afdeling van het ministerie van LVV is gehuisvest. Met de oplevering van dit project moeten de boeren in de quarantaine en omliggende polders onder gunstigere omstandigheden aan landbouw kunnen doen. De heer Nooit Meer, die namens Sintec, de consultant van het project, het woord voerde, sprak als volgt. Het is geen makkelijke weg geweest, want ik kan me nog goed herinneren, onze eerste vergadering begon eigenlijk niet zo mooi. En met niet zo mooi was het eigenlijk dat het project is begonnen om en bij in de inside-periode. En hij gaf me direct aan, ja maar, hoe gaan jullie beginnen? Die boeren zijn aan het inzaaien en u wilt een aantal werken beginnen aan te leggen. Want ik heb hem voorgehouden van kijk, gezien de grote regentijd die in 2013 zou moeten plaatsvinden, moet ik nu met een aantal werken beginnen. En dat botste tegen elkaar en uiteindelijk hebben we toch een middenweg kunnen vinden. En ik denk dat alles toch naar tevredenheid is gegaan, verlopen. We hebben de zaak nog zeker 6 maanden kunnen monitoren. En tot zover hebben wij geen serieuze klachten gehad over wateroverlast binnen dit gebied. Dragen wij de polder nu over met een betere capaciteit om het water te beheren. Alle inlaatsluizen zijn hersteld. En we hebben 2 inlaatsluizen extra gebouwd. En daarmee kan het waterschap in voldoende mate het water beheren. Voornamelijk het irrigatiewater beheren in deze polder. Voor de rest zou ik nog zeggen dat het waterschap hard moet werken om eigenlijk de zaak zelf in handen te houden. Om uiteindelijk zelf het beheer te kunnen voeren over de verschillende infrastructurele werken in dit gebied. En aan het ministerie zou ik nog willen meegeven dat er nog 1 probleempje is. Dat valt weliswaar buiten het waterschap, maar dat is bij het Klarapompgemaal. Dat zou ik toch het beroep willen doen op het ministerie om in samenwerking met het ministerie van Openbare Werken dat probleem toch zo gauw als mogelijk aan te pakken. En wij als bureau staan ready om daarin ook te kunnen assisteren. 60 maanden terug, waar jong bij Betak, in 50 jaar, waar rehabilitatie er bevindt plaats. Maar bakat als 60 maanden, waar je dat komt, bij een jong bij Oruno. Weer begin fadon, weer begin grijs. En een aantal zaken zou behalen in de feit dat hij moest opgelost. Nog realiseel 100%, maar ik denk dat dit het moment is om daarover te gaan debatteren of te discussiëren. Sorry voor de onderbreking. We hadden een aantal voorstellen nog gedaan. Je zou altijd op een actie worden voor je ouders, maar in is alles aan niet. Als je actie 10, dan kan de 5 of 6 jaar zien. In dat kader wil ik dan gewoon zeggen van we hadden 1 of 2 wegen voorgesteld die bezand moesten worden. Met een aantal neveneffecten. En dat zijn dan neveneffecten dat mensen zouden kunnen. Sorry voor de onderbreking. De neveneffecten van die wegen zouden zijn dan dat de jonge mannen van ons niet zouden wegtrekken. We weten dat de regering al op dit moment zit met bouwpercelen tekort en zo. Dat dan bouwpercelen zouden worden gecreëerd. Mensen zouden op die achterdammen kunnen gaan leven. We zouden hun van stroom kunnen voorzien voor water. En u begrijpt dan dat mijn polder natuurlijk meer bevolkt zou worden. Ik zei het al, niet 100% hebben we kunnen halen, maar ik wil toch vragen van wat wij niet hebben gehaald om toch alsnog te bekijken en misschien een ander project om het voor te zetten. Ik heb het over de wegen. Ik wil verder vragen van, u weet straks belanden wij in de regentijd en dan hebben we een probleem met afvoer. Aanvoer is al goed.
Er zijn regeringsvertegenwoordigers hier en ik wil van mijn kant uit aan hun vragen dan. Als de regering niet een mogelijkheid kan bekijken om Omgemaal op te zetten bij Post Rotterdam. Ik wil nogmaals dan bedanken, meneer Nooitmeer, aannemingsbedrijf Alsa. Een keertje had ik de regering al bedankt en ik doe het nogmaals namens de bewoners van de Quarantainpolder. Bedank ik de regering heel hartelijk voor de gesten die is gedaan naar de gemeenschap. En ik blijf de hoop uitspreken dat men goed gebruik zal maken van de rehabilitatie van de Quarantainpolder. In relatie waterschap en rijstbouw, ik denk dat dat een onmisbare schakel is. Omdat je met de goede waterbeheersing ook zekerheid geeft aan de landbouwers om hun landbouwplanning goed te doen. Ik denk ook dat we verder moeten kijken in de richting van zaken die ons bezighouden, zeker in de toekomst. Zaken gaande als klimaatsverandering, dat ook waterschappen zich daarmee bezig moeten houden. Omdat de dreiging van waterbronnen niet iets is van een ver van mijn bedshow. Omdat andere landen ermee al kampen en landen als Brazilië, waar toentertijd aan landbouw werd gedaan, dat vanwege een tekort aan water, dat die gebieden nu helemaal braak komen te liggen. Ik denk dat we dat in onze toekomstperspectief moeten meenemen, evenzo het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Tot slot wil ik het beroep doen dat in goede samenwerking, een goede samenwerking tussen de overheid, waterschap en ook de landbouwers die hun gedeelte moeten doen, dat wij tezamen het aspect van de landbouwsector tot beter hoogte kunnen brengen. En ik denk dat in deze de waterschappen ook een belangrijke rol te vervullen hebben. Zeker ook in het kader als we moeten kijken naar onze watermanagement. Opdat wij dan zo min mogelijk waterspilling krijgen. Omdat het water dat beschikbaar is gesteld ook mede investering is van de overheid. En we willen toch graag zien dat de investering van de overheid toch niet verspild wordt. Er wordt elke dag, er wordt niets gedaan. En zeker via een bepaald televisiestation, denkt u dat de positieve dingen hier gebracht zullen worden. Ze gaan zitten kijken, we hebben geen ambitie en dan kan je de hele maand horen. De hele maand, daar komt meneer Hoegro, meneer Sankar, meneer Matai en allemaal. Ook mensen die op uw ministerie zijn, die u binnengehaald, recidivisten, ja, die wandaden hebben gepleegd tegen het Nigeriaans volk. Ook zij verlenen diensten om misschien, laat het anders stellen, niet negatieve berichten naar buiten te brengen, maar de positieve berichten te onthouden om weg te drukken. En dat zijn de mensen, want zo zijn ze van aard. Maar het is goed om het volk van Nikeri te wijzen, minister, dat vandaag, en Dwarka, ik feliciteer jou en je waterschap, bestuur, kleidammen 27 kilometer. Ik hoop dat die andere televisiestations het zullen brengen. Zandwegen 7 kilometer. Kanalen 30 kilometer. Kunstwerken 4 herstel, 2 nieuwe. Duikers 200 meter. Beschoeiing 230 meter. Ik wil toch een applaus voor deze minister, zijn staf. Ja. Zaken die nooit zijn gebeurd. Ik wil zelf verder gaan. Ik moet het blijven herhalen, want mensen vergeten snel. Vanaf lijn 1 tot en met lijn 6, no? Of vanaf 6 tot 1. Ik zie een paar mensen uit Wageningen hier, ook van de Kooiers van Wageningen. Nooit eerder de afgelopen 40, 50 jaren, directeur, u zou moeten weten, ik ben Nigeriaan, meneer Nooitmeer, nooit iets gedaan. Die de man voor Santi, de man voor Skrobu, en vandaar gaat u naar alle andere polders. We zijn in de westelijke polders vandaan. Er zullen nog hier en daar wat zaken zijn die nog moeten komen. Maar ik wil zeggen, wat gedaan is, ik benadruk dit en ik heb deze lijn gekozen. Omdat minister, dagelijks heb je mensen die schreeuwen dat Uno doen. U hebt in uw beleid van Nikeri al min of meer 100 miljoen, exact heb ik de cijfers niet, de laatste cijfers,
Maar ik schat dat, want een jaar terug was het al 53 miljoen. Dat is aan die Snobelo, collega Ivano Weken. Ik zeg het omdat mensen snel vergeten, zoals het zei, en ze worden negatief gevoed hier. En wanneer mensen, oh, kunnen we dat direct zeggen, zelf naar Paramaribo gaan, bij de DNA, op de stoep voor het kabinet van de president, leugens en onwaarheden vertellen. De mensen die meegeven gaan, die vergeef je. Maar wanneer ik alleen zeg, de leider, en ik noem de naam meneer Koemro, is hij een boer? Dwarka, is hij een boer? Plant hij? Nee. Moet ik namen nog noemen van het bestuur? Dan moet je, nee. Maar wanneer je daar gaat, bezoek een pismoni, dat sta ik achter je. Als zou je 100 of 200 gulden per baan krijgen tegen Soekumoro, missteun niet. Laat dat even duidelijk zijn, en ik heb het in het verleden vaker bewezen. Dat is een goed ding. Ga zoek je geld, missteun niet. Maar ga niet daar schreeuwen, regering, we doen nog niet, er is niets gebeurd. Ja, de Pina, receptor is kapot, terwijl bijkans 13.000 hectare onder uw beleidsminister en uw staf is bijgezaaid. U moet zelf of het niet zo is. Dat legt me uit, of legt meneer Koemro uit en zijn coördinator, hoe het komt dat 10.000 hectare zijn morgen, maar heer Bali, het gaat achteruit. DNA-lid Rashid Doek heeft net aangekaart. Aantal kilometers natte en droge infrastructuur wat aangepakt is. En de voorzitter van waterschap Quarantin Polder heeft ook gevraagd en gezegd dat bepaalde van de werkzaamheden, als het kan, aangepakt kan worden. Minister, voorzitter waterschap, we hebben die bestekken al in orde gemaakt. We weten om welke dam het gaat die bestand moet worden. En de opdracht is dat wij in 2014, januari 2014, de openbare aanbesteding zullen houden. Kijk, wanneer we praten van productie, wanneer we plannen en wanneer we iets zeggen, soms zijn we wel afhankelijk van de neerslag of extreem droogte. Maar wanneer wij doorgeven dan aan onze landbouwers dat wij de wegen, de kanalen zullen aanpakken, dat het werkelijk gedaan wordt. In 2011, het was 4 december 2011, op Wageningen was aangekaart dat alle lijnen bezand en beschelpt zouden worden. En op dit moment is aan het einde fase, de afrondende fase van alle 6 lijnen. Bepaalde zijn al opgeleverd. Zo hebben we andere waterschappen die ook al uitgevoerd zijn, in 2013 zelf. En nu staan we in quarantainepolder en zo gaan we verder. Wanneer je productie wilt stimuleren, dan gaat het niet alleen om woorden, maar met daden. Doe waar ook. Wanneer wij met de voorstellen bij de minister gaan en we leggen hem uit, minister LVV, we hebben altijd en we krijgen altijd de zegen van de minister van kijk, voeren jullie uit. En heel belangrijk is de medewerking, de ondersteuning van alle DNA-leden die we krijgen, vooral bij onze begroting. Straks begint de begrotingsbehandeling 2014. En ik ben ook overtuigd dat wij zeker de ondersteuning zullen vinden. Eventueel als het kan, maar net oké, als het wat verhoogd kan worden, begroting van LVV. Om nog meer werken te kunnen uitvoeren
voor Nigeria en ook voor andere districten van Suriname, waar vooral aan landbouw wordt gedaan. We zien ook, terwijl we bezig zijn in Nigeria, dat op Saramaka grondbewerking plaatsvindt. Arealen die jarenlang niet onderhouden was, niet beplant was, nu vinden natte grondbewerking. Zo zie je dat wanneer je praat met de landbouwers, de infrastructuur aanpakt, dit zijn de kleine dingen die je moet doen en de productie, de landbouwers, want we hebben vertrouwen in onze landbouwers en we weten dat ze wel kunnen. Alleen moet die dingen aangepakt worden waarmee we bezig zijn, het gaat verder en de productie blijft stijgen. Eergisteren werd aan mij gevraagd van, bestaat de mogelijkheid dat wij 20.000 hectare inzaai zullen hebben in Nigeria? Ik zei van, eigenlijk wilde ik dat hier niet citeren, maar dat doe ik hier. Maar 20.000 hectare, dat is al lang voorbij. Hè? We naderen nu onze op jaarbasis dicht bij 60.000 hectare. We hebben inzaai gehad al van 59.340 hectare. 59.340 hectare hebben we al ingezaaid. Van seizoen, Nigeria alleen heeft ietsje meer dan 29.000 hectare grondwerking gehad. Als we kijken richting Koroni en van Saramaka. En als het precies zo doorgaat, halen we ietsje meer dan onze 30.000 hectare. En dat zal het record zijn van de afgelopen 20, 30 jaar. En dit is een stimulans. Dit is een stimulans voor de landbouwers. Wanneer we zeggen van de wereldmarktprijs daalt, het is niet onbekend binnen de gemeenschap dat er continu prijsfluctuatie is. En het zal blijven doorgaan in de wereld. Waaraan wij moeten gaan werken samen met de landbouwers, waar wij kunnen besparen om onze kosten te verlagen. En wij moeten in staat zijn om te kunnen concurreren. Vanuit de overheid doen wij ons best. En heel belangrijk is de variëteiten. Inbreng van Adron. Veredelen van variëteiten. Saaizaadproductie. En tegenwoordig heb je ook saaizaadboeren die ook een bijdrage leveren. Dus gezamenlijk, dit wil ik aankaarten, gezamenlijk kunnen we hoger gaan. En wat wij hebben voorgesteld, dat we zeker die 100.000 hectare gaan halen, is geen droom. We gaan het halen. Alleen gaat het step voor step. Er zijn zaken aangehaald, klare pompgemaal, pompgemaal van Post Amsterdam. Dat ga ik sowieso meenemen en dat onder de aandacht brengen aan collega van openbare werken. En uiteraard ook met het ministerie van regionale ontwikkeling. Daar gaan we sowieso meenemen. Want vanuit de regering en met name het ministerie van LVV willen wij die sector verder ontwikkelen. Odi Algo heeft aangegeven, de conditie is er om goed te produceren. Maar jouw organisatie moet van dien aard zijn georganiseerd dat voor wat betreft de kosten daar ook omlaag gebracht kan worden. En dat vergt een heel goede organisatie. Zonder goede organisatie, dan gaat het echt niet lukken.